op naar de kapper. Voor een anti-aging behandeling. Zo, bij de kapper. Ik word grijs. Handig toch zo'n spiegel? Ja. Ja, kijk, ik heb heel lang haar. Ja, klopt. Echt. Gaan we ook zo houden. En ik hou er ook, dat mag ik nooit zeggen, maar ik hou ervan als het een beetje dood is. Weet je waarom? Dan doe ik gewoon zo. Ja, en zo. En dan zit het. Ja, ja. Kijk. Kapper heeft zelf ook dood haar. Oh, maar we gaan wat doen aan de kleur, Maaike. Je mag ook wat doen aan de lengte, maar niet te veel. We gaan eerst de kleur. Ja. Ik stel voor echt hele fijne babywhites bovenop. Ja. Met Olaplex. Ja. Ik ga dus volgende week op vakantie. Doe je dat dan voor of na de vakantie, je haar verven? Het kan beide. Kijk, we gaan nu gewoon hele fijne, sophisticated babylights plaatsen. Dus dat kan je echt gewoon voor de vakantie doen, mits jij natuurlijk goed gaat verzorgen. Doe we gaan de Olaplex gebruiken. Raad ik altijd aan. En de groene punten gaan we zien voorkomen door, kijk, je hebt best wel wat droge haar. Dus we gaan echt goede verzorging vandaag doen. Ja. We gaan Olaplexen. Daarnaast ga jij gewoon inderdaad een protection gebruiken voor de zon. Ja. Je kan natuurlijk uiteraard een petje dragen. En anders, wat je kan doen in de zon, je haar in een masker. Knoop het even op, je punten naar binnen en maak gewoon een leuke bun. Als je toch op het strand bent of zo, gewoon een leuke bun. Zodat je punten naar binnen zijn, dat is het meest poreuze product van je haar. En die hebben dan het minste lijden van de zon. Kijk, daar heb ik wat aan. Kijk, ik heb gewoon... Kijk dan wat het uitgroeit. Want wat is dat? Ik onthoud het niet. Olaplex. Olaplex, dank je. Olaplex, dat heb je eigenlijk. Ik ben een soort boef nu. Kijk, want als je kijkt, ik heb dus precies dat ding voor mijn. Zwart balkje. Ja, zwart balkje. Zwart balkje. Nee. Olaplex is een toevoeging. Doe je bij de blondeer of bij de kleur. Ja. Ja, dat zorgt er dus voor dat je zwavelbruggen niet kapot gaan. Ja. Je blijft ook maar hersteld tijdens het kleurproces. Duurt iets langer. Moet iets langer zitten, maar geeft echt het mooiste resultaat. Dat zorgt er echt voor dat je haar gewoon echt gezond blijft tijdens het ontkleuren of het kleuren. Ja. Daarnaast hebben we ook een stap 3 voor de thuisbehandeling. Ja. Dus eigenlijk kun je dan thuis verder gaan met het hele proces. Ja. En dan zul je echt zien dat na een week of 5-6 je haar echt stevig aanvoelt. Daarnaast kun je ook gewoon losse salon treatments nemen, ook met Olaplex. Als je dat echt een paar keer doet, dan gaat je haar echt sterker aanvoelen. Ik verveel me altijd zo bij de kapper. En dus ben ik aan het werken. Kijk, mijn computertje. Maar ze zouden er eigenlijk een manier moeten vinden dat je binnen 3 seconden klaar bent met verven. Oh, en ik zie er ook echt niet uit. En dan wil ik even wat vertellen. Ik zit hier dus op de Zuidas. In de Chanel Tower. En dan lopen hier toch een partij knappe mannen van mij. Niet normaal. En dan zie ik er zo brak uit. Ik merk me toch getrouwd en ik heb 3 kinderen, maar toch. Is het goed? Ja. Mag ik lekker meelopen? Kijk, ik zit nu in de wasbak, dus ik kan moeilijk opstaan. Maar daar in de verte liepen dus hele knappe mannen. Maar dan komen ze hier elke minuut knappe mannen voorbij, dus. Want nu ga je nummer... Nu gaan we nummer 2 van de Olaplex de eerste opzetten. Ja. Die zorgt zeg maar voor de afsluiting van de behandeling. Ja, dus nu staan mijn poriën van haar open of de scrubben van haar toch? Ja, en de zwavelbrug nog gesloten. Daarvoor is natuurlijk Olaplex. Ja. Dan gaan we afsluiten met de nummer 2. En jij gaat verder thuis met de nummer 3. Yes. Nummer 2. Het ruikt ook lekker. Okay. Ja. Nummer 3 ruikt hetzelfde, dus... Voor thuis. Ja. Och, ik ben even oud. Ik vind dat altijd zo lekker. Kun je niet elke ochtend even bij mij komen? Voor 10, ja. Hey. Kijk, kijk, daar komen ze. Hallo. Ze blijven ook nog staan. Serieus, allemaal in pak. En weer mannen. Nee, serieus, de hele dag gaat het zo. Dus er zit zeker een type voor jou bij. En nu dan? We gaan nu de tonen erop
opzetten. Ja. Het wordt een coole tint. Echt een mooie, heldere, blonde tint. Aangezien je ook niet van warme tinten houdt. Nee. Het is toch jammer dat je video's niet ruiken, maar nu wat ruikt het spul lekker. Op scooters. Nee, echt serieus. Ik weet niet wat je meemaakt hier. Weet je wat het leuke is? Jij kan zo meteen ook een behandeling hier winnen in deze salon. Ik leg aan het eind van de video uit wat je moet doen. Je kunt hier gewoon, als je vrijgezel bent, gewoon je toekomstige man vinden. Dat moment hè, dat je dan aankomt bij het spiegel en dat je de kleur gaat bekijken, vind ik dus heel leuk. Maar het is echt mooi. Het is echt mooi. Ja, ik ben eens op mijn secties nu. Maar om te voorkomen dat het straks thuis een beetje geel, droog, moet ik dat dus gaan gebruiken. En nu is het dus wit. Maar wat kun je doen om te voorkomen dat je van dat lelijke, droge vakantiehaar krijgt? Uitermate goede verzorging, ook op vakantie. Ja. Dat kan je door middel van een leave-in conditioner. Dat kan je door middel van een masker in je haar, als je toch bij het zwembad zit. Even een masker in je haar, gooi het omhoog en laat het gewoon lekker heel erg intrekken. Ja. En uiteraard de Olaplex. Want wat zit er nou in die nummer 3? Nummer 3 is eigenlijk een aanvulling op nummer 1 en 2. Er zitten een beetje dezelfde patenten in. En die zorgen eigenlijk tussen de treatments door voor het verdere herstel van je haar. Dus ik zou zeggen, neem hem mee op vakantie. Ik neem hem mee. Hey, en ik zei net, de mensen kunnen winnen. De mensen kunnen winnen een Olaplex treatment. Dus echt een bijzondere Olaplex treatment waarin je echt gaat voelen en merken dat je haar gewoon echt gezonder wordt. Deze gaan we hier eerst de nummer 1 aanbrengen, dan sluit hem af met nummer 2. Ja. Daarna gewoon een lekkere steunwandeling. Dat is echt een stukje wellness. Ze moeten een comment achterlaten waarom ze het verdienen. Ja, absoluut. Waarom jij vindt of voor iemand anders. Oh ja, dat is ook leuk voor iemand anders. Precies. Kijk jongens. Ik ben weer blond. Ja, het is echt wat een fantastische kleur. Ik kan niet anders zeggen. Ik voel me een soort topmodel, maar dan zonder make-up. Als mijn haar maar goed zit en dat zit. Even voor de Cosmo-term, shine at all time. Shine at all time. Juist. Ook als je dus 2 uur geslapen hebt. En Een beetje van jou en een beetje van mij. Dat is iets van magie. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van alle video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!